Hij hangt recht. Het lijkt ook een enigszins scherp beeld. Dames en heren, goedenavond. Hartelijk welkom bij de raadsvergadering van 23 maart 2017. Het is even na 19:30. Het is een mooi moment om te beginnen. Ik heet de leden van de raad, het college, alle aanwezigen op de publieke tribune en de mensen die thuis ons volgen. Van harte welkom bij de bespreking van vanavond. We hebben een mooie agenda voor de boeg. In ieder geval een agenda die ervoor zorgt dat uw voorzitter vanavond niet zo heel erg lang voorzitter zal zijn. Omdat ik denk dat alle onderwerpen in de agenda van de portefeuillehouder zitten. Dus het betekent dat wij straks de waarnemend voorzitter zullen vragen om een groot deel van de vergadering voor te zitten. Maar zoals gebruikelijk komt dat ongetwijfeld goed in orde. Kan ik de agenda vaststellen zoals die is voorgesteld? Als dat het geval is, wou ik graag overgaan naar het vragenhalfuur. En de heer Bongers van de LPO-fractie heeft zich gemeld. Ondertussen vraag ik de waarnemend plaatsvangend voorzitter om deze kant ook op te komen, omdat het een vraag betreft in de portefeuille van de burgemeester. Dank u, waarnemend voorzitter. Het onderwerp is publicatie van gemeentelijk nieuws. Gemeentenieuws en gemeentelijk nieuws of gemeentelijke bekendmakingen wordt al jaren gepubliceerd in een gratis huis-aan-huisblad. De gemeente huurt daartoe een paginaruimte in een weekkrant, op dit moment het Ommer Nieuws. En al geruime tijd ontvangt de LPO klachten dat het Ommer Nieuws niet of soms niet in het centrum wordt bezorgd. Na reclamatie worden de bewoners verwezen naar de boekhandel om daar de krant op te halen. Het niet bezorgen is zo langzamerhand structureel geworden en dat lijkt ons niet de bedoeling. Naar aanleiding hiervan heeft de LPO de volgende vragen. Klopt het dat het Ommer Nieuws op alle adressen in Ommer bezorgd dient te worden? Is de gemeente op de hoogte van de klachten van nalatige bezorging van het Ommer Nieuws? En 3, welke maatregelen gaat de gemeente nemen om de bezorging van het gemeentelijk nieuws en de bekendmaking daarvan wel bij elk adres in Ommer te bezorgen? Dat waren de vragen, voorzitter. Ja, hij komt. Dank u wel, voorzitter. Het klopt inderdaad dat het Ommer Nieuws op alle adressen in Ommer bezorgd dient te worden. Daar is geen enkel misverstand over en dat is ook contractueel vastgelegd. De tweede vraag is of de gemeente op de hoogte is van de klacht van de nalatige bezorging van het Ommer Nieuws. Ik heb navraag gedaan, omdat het zo is dat vragen altijd keurig 24 uur van tevoren worden ingediend. Dus dat geeft de gelegenheid om alvast wat onderzoek te verrichten. En het blijkt dat de laatste tijd bij ons maar liefst 1 klacht is binnengekomen. Dus dat wijkt af in ieder geval van het beeld dat de LPO heeft. Die klacht is in ieder geval direct doorgegeven aan de uitgever van de krant. Dat komt omdat wij iedere klacht ook serieus nemen en ook van mening zijn dat het belangrijk is dat onze gemeentepagina echt huis aan huis wordt bezorgd. Omdat daar ook de officiële mededelingen namens ons gemeentebestuur worden gedeeld. Dus het is ook belangrijk, ook vanuit het perspectief van de rechtszekerheid van mensen, dat ze die krant gewoon bezorgen. Laat daar geen enkel misverstand over bestaan. De uitgever is van overtuigd dat het zo is dat de verspreiding in orde is. En dat er ook bij hem nauwelijks klachten binnenkomen. Het is wel zo dat de uitgever aangeeft dat de Ommer Nieuws ook in de avonduren wordt bezorgd. En dat er in het centrum van Ommer blijkbaar adressen zijn waar geen brievenbus voorhanden is. Dat gaat dan met name om winkelpanden. Daar wordt dan geen krant bezorgd, dat klopt. Dus we hebben ook wel natuurlijk de vraag hoe dat opgelost zou kunnen worden. Dus daar hebben we aandacht voor gevraagd nu. De vraag is dus welke maatregelen we gaan nemen. Dat was het derde punt. Nou, ik heb u al gezegd dat wij alle klachten serieus nemen. Dat vind ik ook oprecht, omdat ondanks het feit dat wij in een digitale tijd leven, alle nieuwsberichten die wij de wereld in zenden ook wel degelijk op de gemeentepagina op ommer.nl te vinden zijn. Het toch belangrijk blijft dat de krantenpagina gewoon verspreid wordt, de krant verspreid wordt. Wij zullen daar ook goed contact over houden met de uitgever en de verspreider. Dat is wat ik u er op dit moment over kan zeggen. De heer Bongers. Ja, dank voor de beantwoording. En ik herken inderdaad het beeld wat geschetst wordt. De klachten komen inderdaad vanuit winkeliers in het centrum. Dus wellicht dat daar toch de oorsprong van het probleem zit en dat we dat op gaan lossen. Dus bedankt. Dat is het einde van de vraag, een half uur. En dan gaan we over naar vaststellijk besluitenlijst. Raadsvergadering de datum 2 maart 2017. Daar zijn geen opmerkingen of aanmerkingen opgekomen. Dan is hij bij deze vastgesteld. Ingekomen stukken en voorstellen naar aanleiding van de ingekomen stukken.
Dan kan dat conform het voorstel afgehandeld worden. Mededelingen vanuit het college van BNW. De heer Schelen. Ja, voorzitter, ik heb nu even een identiteitscrisis. Ja. Voorzitter, ik heb één mededeling. Betreft het convenant met de partijen die betrokken zijn bij het Kindplein. We hebben een convenant kunnen sluiten met de drie besturen die zeg maar, met ons van mening zijn dat er een Kindplein moet worden gerealiseerd. Al eerder is gesproken, er moet echt een goede intentieverklaring worden getekend. Wel nu, die is getekend. Ik weet van de verhoogde belangstelling vanuit uw raad voor dit stuk. Dus ik heb hem aan de griffier gegeven. En zo is hij ook voor u ter beschikking. Tot zover. Dat kan ieders instemming wegdragen. Dan gaan we naar agendapunt 6, verantwoording fractiebudgetten om in 2016. Dat is een hamerstuk en dat is bij deze afgehamerd. Ik ben nog geen hamer nodig, griffier. De hamer is zoek. Ja, ik denk dat... Goed. Is dit gebouw hartstikke goed beveiligd en is de hamer zoek. Hoe kan dat nou? Goed, we gaan over tot bespreking van agendapunt 7, herziening APV, het gewijzigde voorstel. En het woord is aan de heer Van der Mooren. Dank u wel, meneer de voorzitter. Om voor ons over te gaan tot onze bijdrage, heb ik u wat te overhandigen. Ik hoop dat u die in de wijsheid gebruikt. Meneer de voorzitter. Gelijk gebruiken of... Nee. We hebben net afgehamerd wat ons betreft even een serieus punt. Wat agendapunt 7 van de agenda betreft. Gaat over wijziging van de APV uiteraard. De algemene plaatselijke verordening en niet politieverordening, wat sommigen nog wel onder ons zeggen. Wij hebben in de raadscommissie... pardon. Al aandacht gevraagd en gegeven aan met name twee punten, wat het, zal ik maar kortheidshalve noemen, het terrassenbeleid. En dat had te maken met controleren bij de deur of er nieuwe bezoekers komen in de horecagelegenheden. En het tweede punt had te maken met het gebruik van alcohol en het gebruik van het terras zelf. Het verschil in sluitingstijd, het voorstel om een uur langer de terrassen open te laten. Wij hebben daar nogmaals in onze fractie over gesproken. We hebben ons afgevraagd of het inderdaad wel voor ons zo'n zwaarwegend punt is om daar alsnog een inbreng over op te hebben. En we zijn toch tot de conclusie gekomen dat met name het terrasbeleid ons dermate zwaar weegt dat wij daar een amendement voor in willen dienen. En dan dus alleen wat het onderwerp, het onderdeel terrassenbeleid betreft, de wijziging daarvan, de openingstijd. En met uw goedvinden, voorzitter, wilde ik dat amendement voorlezen. Dat hoort niet tot het amendement. De Raad van Ommen gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 februari 2017, zaakkenmerk 2068294, documentkenmerk 2068294. 8299, het voorstel om te besluiten in het voorliggende besluit punt A te schrappen. En de toelichting CQ overwegingen, zoals ook uit een inspraak bijdragende laatste raadscommissie is gebleken, veroorzaakt bezoek in de nachtelijke uren aan horecagelegenheden in het centrum van Ommen nogal eens overlast. En door de voorgestelde wijziging van de APV voor wat de sluitingstijd van terrassen in het weekend betreft, voorziet de ChristenUnie nog meer overlast. De leefbaarheid van het centrum van Ommen is gediend met het schrappen van de voorgestelde wijziging en wordt daarmee uitbreiding van geluidsoverlast door terrasbezoek in de nachtelijke uren voorkomen. En gaat over tot de orde van de dag, is getekend ondergetekende. En meneer de voorzitter, dat was mijn bijdrage. Dank u. Wie wenst verder nog het woord? Mevrouw Makkinga. Ja, voorzitter, dank u wel. We hebben als CDA in de commissievergadering aangegeven dat wij op zich akkoord zijn met de herziening van die sluitingstijden.
Wat we nog wel nogmaals willen benadrukken is, wat ook in de commissie al aangegeven is, dat de horeca en de inwoners van het centrum, dat het overleg en het gesprek om te kijken van hoe kunnen we overlast voorkomen, dat dat inderdaad voortvarend wordt opgepakt. Want ik denk dat daar een punt zit, het is ook al aangegeven in de commissievergadering, waarvan wij zeggen als CDA van ga daarmee aan de slag, want daarmee kun je ook voorkomen en in samenspraak kijken van hoe kunnen we nu problemen samen oppakken. Dat was het, voorzitter. De heer De Jonge. Even de kaartjes schudden en ruilen. Voorzitter. Wat betreft de APV betreurt het ons wel dat het onderwerp kabietschieten geschrapt is. We hadden verwacht dat daar zeker een prachtig voorstel had uitgekomen. Wat overeenkwam met degene wat we in november besproken hebben in de commissievergadering. En ik wil toch nog een klein beetje de tip meegeven, want er staan wat citaten in over het handhaven in het Vechtdal. We hebben kennis genomen van de APV van de gemeente Dallersen. En die voldoet volgens mij precies aan datgene wat wij in de commissievergadering in november was volgens mij met elkaar hebben afgesproken en ook de indruk die we achter hebben gelaten bij de burgers dat het gebruik maken van grotere tanks dan 50 liter of 25 liter mogelijk zou kunnen zijn. Dus een tip om daarnaar te kijken. Ja, voorzitter, blijft er dan nog twee dingen over. Dat is het blowen, daar gaan we verder niet op inzoomen, maar het terrasbeleid, de openingstijden. Wij zijn zeer content ermee dat er goed overleg is geweest met de horeca, dat er een gedragen voorstel uit is gekomen. Alleen betreurt het ons dat voordat het in de raad of de raad kennis had genomen van het voorstel, dat voorstel op 16 februari door Onne circuleerde en wij het via onofficiële weg in ons bezit hebben gekregen. Wat ons ook betreurt, voorzitter, en het is zuiver procedureel, dat er op 27 februari een behoorlijk persbericht naar buiten is gegaan, artikel in de krant. En eigenlijk vroegen we ons af, ondanks we er volledig achter staan, achter het voorstel van wat moet je nu nog als raad vertellen als er zo'n pittig persbericht naar buiten gaat over de wijziging van de APV. En ik zou nu willen verzoeken, voorzitter, dan aan de voorzitter van de raad als portefeuillehouder, of in het vervolg de raad wat eerder betrokken kan worden en geïnformeerd kan worden voordat er zo'n persbericht uitgaat. Dat we wel een beetje kennis hebben van wat er speelt. Voorzitter, dan eigenlijk volgens mij precies hetzelfde wat de CDA-fractie aangeeft. Gaat niet helemaal u aan, maar misschien kunt u dat faciliteren om een soort driehoeksoverleg te creëren tussen horeca, bewoners van het centrum van Ommen en wellicht de politie erbij, om te kijken van op welke wijze de overlast dat daarop gehandhaafd kan worden en dat we dat minimaliseren. En dat was de eerste termijn van mijn fractie, voorzitter. Dank u wel. De heer De Vries Robles. In één keer goed, niet te geloven. Voorzitter, ik kom nog even terug op de toezegging die de portefeuillehouder gedaan heeft in de commissievergadering. Namelijk dat hij nog zou onderzoeken, en dat heeft dus wel met het blowverbod te maken, of medicinaal gebruik, of daar, hoe daarmee omgegaan kan worden als wij een blowverbod op straat hebben. Ik heb daar geen opmerking over in de tekst gezien, dus ik vroeg me even af of dat ook daadwerkelijk meegenomen is. En overigens wil ik er ook nog wel even op wijzen dat natuurlijk handhaving van overlast altijd een belangrijk onderwerp is. Maar dat wat ons betreft, laten we zeggen alcoholgebruik, dus het gebruik van middelen, of dat nou alcohol of andere soorten middelen zijn, paddo's, wiet of whatever. Overlast moet natuurlijk ten enenmale tegengegaan worden. En wij zouden graag zien dat in dat driehoeksoverleg waar het net over ging, en dat ging eigenlijk over overlast, in dat driehoeksoverleg dus aan alle middelen aandacht besteed wordt en niet alleen aan een individueel middel. De heer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Wat betreft de terrastijden, zoals het ook in aantal heet, kunnen wij meegaan met het voorstel, wat ook duidelijk in staat heeft, wordt eenvoudiger om te handhaven. En wat betreft dat driehoeksoverleg, volgens mij was er na de afloop van de commissievergadering ook al een contact gelegd tussen de horeca en de gemeente. En dus dat overleg, dat is volgens mij ook al opgestart. En wat betreft het blowverbod, D66 heeft een aantal opmerkingen gemaakt over medicinale gebruik daarvan. Dat was het voor.
Dan komt hiermee een einde aan de vraagstelling en opmerking in de eerste ronde. En is het woord aan de heer Bouwmans. Oh, ik was aan het beeld. Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben de commissie natuurlijk vrij uitgebreid bij dit thema stilgestaan. En toen ging de discussie over een aantal vraagstukken waarbij inderdaad kabitschieten een belangrijk thema is gebleken. Daar hebben we van gezegd dat we daar op een spoedig moment op terugkomen. Dus ik zal verdere beschouwingen op dit punt niet houden. Ik heb zo het vermoeden dat we daar in april wel nader met elkaar over komen te spreken. Als dat niet mei zou worden. Dan heeft de heer Van der Moor namens ChristenUnie een amendement op het terrasbeleid. En hij doet dat ook mede naar aanleiding, denk ik, van de inbreng van de inspreker tijdens de raadscommissie. En ik denk dat wij met elkaar geconstateerd hebben dat dat eigenlijk een heel treurig verhaal was wat op dat moment werd ingebracht. Waarbij, denk ik, wij allen dachten van ja, dat is toch niet wat we met elkaar nastreven dat er gebeurt in het centrum. En overschot het ook niet alleen voor ons. Dat gold ook voor de horeca. De heer Svensson is vandaag ook weer aanwezig als voorzitter van Koninklijke Horeca Ommen. Hij is niet ondernemer in de binnenstad, dus hij is in die zin niet persoonlijk daarmee bij betrokken, maar wel verantwoordelijk natuurlijk voor de collega's ook. En hij heeft ook direct het initiatief genomen met inspreker het gesprek aan te gaan en te zeggen, hier moeten we het met elkaar over hebben. En ik heb ook na de hand met hem daarover doorgepraat en we hebben ook met elkaar vastgesteld dat het gewoon goed zou zijn om een soort van overleg te introduceren, of je dat nou driehoek noemt of anderszins, om gewoon eens even tegen elkaar aan te houden. Wat is nou de aard van de problematiek en wat zou je daaraan kunnen doen? En dan kun je aan verschillende dingen denken. Ik denk overigens dat het niet zo catastrofaal is als je mogelijk zou denken, wat onverlet laat, dat er wel degelijk aandacht voor nodig is. En in ieder geval het bekendmaken van hetgeen we voornemens zijn te doen, heeft erbij geholpen om mensen ook weer verder te activeren om hier ook iets te vertellen. Dus dat beschouw ik dan als positief. Het is gangbare praktijk de afgelopen jaar dat bij ontheffing feitelijk de terrastijd een uur wordt verlengd. Daar ben ik persoonlijk niet zo'n voorstander van. Niet zozeer dat ik tegenstander zou zijn van dat we het een uur verlengen. Maar meer dat ik eigenlijk de ontheffing die structureel inzet eigenlijk geen goed instrument vind. Want dan maak je eigenlijk gebruik van een bevoegdheid op een manier waarvoor die niet bedoeld is. En dat is ook precies de reden waarom we het nu in de APV hebben willen regelen op de manier zoals voorgesteld. En ook in de overtuiging dat de Raad dan gewoon een goede afweging kan maken. Ik denk dat het past bij het beeld dat ik in ieder geval van Ommen heb, wat het college van Ommen heeft over wat mogelijk is, wat ook past bij het publiek. Maar er horen wel twee dingen bij en die wil ik hier wel expliciet noemen. En dat is ook waar mij betreft het college de vinger aan de pols houdt en ook het gesprek over blijft voeren. 1. Als wij de terrastijden op deze manier verlengen, dan geldt wel voor de horecaondernemers die zich afgelopen zomer prima hebben gedragen en echt zich hebben ingespannen om de orde te handhaven, om de tijden te handhaven, om drankgebruik te handhaven, dat het nu in algemene zin en niet bij ontheffing regelen wel betekent dat die verantwoordelijkheid blijft. En daar zullen we ook met elkaar over in gesprek blijven. Want anders kunnen we net zo goed weer voorstellen om het terug te draaien. Dat is 1. En 2, er hoort dus ook bij dat we met elkaar gewoon een wat bredere dialoog voeren over ook gevoelens van overlast. Of ervaren overlast of werkelijk overlast. Dus dat zullen wij zeker oppakken. Dus in die zin zou ik graag het voorstel zoals we dat hebben ingediend handhaven. Ontraad ik dus het amendement, waarbij ik dus wel twee opmerkingen maak over hoe ik hiermee om zou willen gaan. Ik hoop dat dat in ieder geval een stukje tegemoetkoming is richting de ChristenUnie-fractie. Mevrouw Makkinga benadrukt ook dat overleg, dus dat heb ik hier nu ook nog een keer gezegd dat ik dat ook heel erg belangrijk vind. En dat geldt denk ik ook in de richting van anderen die dat ook inbrachten. Ja, de heer De Jonge was nog wat ongelukkig over het feit dat hij onderhands al informatie had voordat hij als raadslid die informatie had gekregen. En ook wat over de krachtige tekst van het persbericht. Ik heb snel even geprobeerd het persbericht terug te vinden op onze website, daar staat hij niet op. Dus ik kan hem niet zo voor de geest halen wat er dan zo krachtig aan was. Maar wij hebben gangbare praktijk en dat heb ik ook aan uw fractiegenoot in de commissie uitgelegd. Dat op het moment dat wij een collegebesluit nemen en een voorstel aan de raad doen, dat wij dat als dat nieuwswaardig is voorzien van een persbericht. Dan kun je het altijd met elkaar over smaak en woordkeuze hebben. Dat is in dit geval wat moeilijk omdat ik de tekst dus niet zo voor me heb. Maar we zullen daar in ieder geval op letten. Dus als het voor u aanleiding is geweest om te zeggen, god, dat was wel heel krachtig, dan zullen we daar nog een keer kritisch naar kijken of dat
dan ook daadwerkelijk het geval was. En dat u onderhands informatie heeft gekregen. Ik heb de indruk dat u wel vaker eens wat hoort voordat u via de officiële kanaal wat hoort. Dat is overigens alleen maar bewonderenswaardig, want dat betekent dat u uw connecties met de samenleving goed op orde heeft. Dat geldt denk ik voor iedereen. Ja, we hebben natuurlijk gewoon zeker met de horeca hier overleg over gehad, omdat ook al vanaf de zomer aangeven is van als u zich nou goed gedraagt, dan wil het college overwegen om het structureel te maken. Maar het college gaat er niet over, de raad gaat erover. Dus nou, enzovoort. Dus het is wel langer in bespreking geweest. En ja, ik denk dat het niet helemaal een gesloten systeem is. En dat hoeft ook niet, want het is ook geen geheim. Ja, de heer De Vries Robles vroeg over medicinaal gebruik. Een terechte vraag, want die vraag stelde hij in de commissie ook. En na afloop hebben wij daar ook nog even met elkaar over door zitten praten. En ik begrijp ook wat hij bedoelt, want hij geeft aan, ja, het is zo dat in Nederland ook mensen op basis van een doktersvoorschrift wiet gebruiken. En dat helpt hen dan bij hun gezondheidsprobleem. En het is toch niet de bedoeling van ons als raad om die mensen te treffen. Dat zijn ook niet de mensen die, nou, laten we zeggen, het type gebruik laten zien waar wij het over hebben. Dus wat mij betreft zeggen wij hier expliciet dat het om recreatief gebruik van softdrugs gaat. Dus dat zou dan een toelichting zijn op. Ik heb het niet ambtelijk kunnen afstemmen, maar ik neem maar even voor mijn rekening dat we dat kunnen doen. En recreatief is dus niet op doktersvoorschrift. Dus als iemand zegt ik doe het medicinaal, maar ik kan niet de doktersvoorschrift laten zien, dan geldt het dus niet, wat mij betreft. Nou, ik zie onze verantwoordelijke ambtenaar nog niet van zijn stoel glijden, dus het gaat goed tot dusver. Dat was ook de vraag van de heer Moerman. Dus volgens mij ben ik zo rond, voorzitter. Nog iemand voor de tweede ronde? Mevrouw Makkinga. Ja, ik wou even een opmerking maken over recreatief gebruik. Is het niet beter op voorschrift? Want recreatief, dan denk ik meteen, nou, ik ga het zakelijk gebruiken. Nee, maar op voorschrift, dan is het meer vanuit de medische invalshoek. Maar goed, wie ben ik? Voorzitter, volgens mij is recreatief een gangbare term. Waar het om gaat is, als het niet op doktersvoorschrift is, mag het gewoon niet. Punt. Dus laten we het maar gewoon duidelijk zo schrijven, dan is het volgens mij gewoon klaar. Ja. Nog iemand voor de tweede ronde? Niemand voor de tweede ronde? Nog behoefte aan een schorsing om het amendement van de ChristenUnie te bespreken? Ook niet. Dan breng ik het amendement in stemming. Wie is voor dit amendement? Dan is het amendement verworpen met alleen de ChristenUnie als voorstemmers. Dan moet ik nou de APV in stemming brengen. Wie stemt in met de voorliggende APV? Voorzitter, een opmerking van orde als het kan. Wij wilden daar een stemverklaring over afleggen. Dat kan. Dat mag u bij deze doen. Dank u wel, meneer de voorzitter. Gelet op onze inbreng kunt u misschien wel ons standpunt raden. We hebben alweer nagedacht over hoe wij de stemming zullen insteken. Na goed overleg en na lang overleg hebben wij besloten om tegen wijziging van APV te stemmen. Met die kanttekening dat de overige drie onderwerpen onze instemming wel hebben. Dank u. Nou, dat zal keurig netjes verwoord worden door de griffier. Dan herhaal ik mijn vraag. Wie kan instemmen met deze APV? Dan is deze APV vastgesteld door de raad met de tegenstemmen van de drie fractieleden van de ChristenUnie. Dan gaan we over naar het volgende agendapunt. De stichting Helemaal Ommen. Wie wenst daarover het woord te voeren? Dan geef ik het woord aan de heer De Jonge. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik heb nog even in mijn archief gekeken en het is hier allemaal mee begonnen. In 2012 met een prachtig beleidsplan en van de Stichting Promotie Ommen, waarin helder omschreven staat wat ze wilden doen en welke doelstellingen ze hadden. En ik moet constateren dat we nu, en eigenlijk zou je de tranen in de ogen van moeten hebben, dat daar weinig dan wel niets van terecht is gekomen. Voorzitter, aan de orde. Pardon.
is de brief van het college naar aanleiding van de vragen die wij op 26 januari volgens mij hebben gesteld. En ik ben toen al heel erg buiten het vragen half uurtje wat voor bedoeld is op ingegaan, omdat we op 25 januari van de stichting Helemaal Omme, de secretaris daarvan, een brief hebben gekregen die alleen maar onduidelijkheden heeft geschept in plaats van duidelijkheden heeft gekregen. Voorzitter, daarnaast hebben wij als VOV een aantal keren bij begrotingsbehandelingen dan wel door middel van schriftelijke vragen gesteld over de jaarrekening, dan wel een overzicht van de besteding van de subsidiegelden van Helemaal Omme. Die hebben wij na drie keer vragen niet gekregen te hebben. Voorzitter, ik heb een aparte gewoonte en dat is in notenbox waar wij als gemeenteraadsleden onze informatie uit moeten halen, hoofdzakelijk te kijken naar voorgenomen besluiten, collegevoorstellen en niet altijd helemaal in de diepte te gaan naar onderliggende stukken. Dat heb ik hier ook niet gedaan en ik werd vanmiddag zeer verrast en ook heel erg goed geattendeerd door de Griffie. Die zei van Gerrit, je moet eens even verder kijken, want er zitten nog wat stukken onder. En ik was zeer verrast dat er in die onderliggende stukken de jaarrekeningen zaten waar wij al een aantal keren om gevraagd hebben. Voorzitter, het is eigenlijk niet het onderwerp, maar ik zou wel graag willen weten van het college waarom, wanneer zij de beschikking heeft gehad over die jaarrekeningen en waarom die niet aan ons, dan wel aan de gemeenteraad, gepresenteerd zijn. Dat wil niet zeggen, voorzitter, want die jaarrekeningen die geven ook geen enkele helderheid over de besteding van subsidiegelden en hoe die geldstromen precies zijn gelopen. Voorzitter, wij als VOV vinden, en ik heb daarover in oktober vorig jaar bij de begrotingsbehandeling ook een motie over ingediend, dat een instelling, een vereniging of wie dan ook die subsidies vanuit onze gemeentepot van belastinggelden krijgt, dat die daar achteraf verantwoording over aflegt. Voorzitter, toen is die motie door het college afgewezen en die hebben wij daarom, dat er geen draagvlak was, teruggetrokken. Ik zou bij deze aan de portefeuillehouder, voorzitter, vraag ik voor u, willen vragen of het niet mogelijk is dat, of misschien het overdenken waard, maar ook aan de raad, dat het niet beter is om in de verordening op te nemen dat wanneer wij subsidiegelden verstrekken, dat daar achteraf een verantwoording over gegeven wordt. Dat we in ieder geval controle hebben van waar onze belastingcenten van onze inwoners blijven. Want dat missen we in dit geval zeker. En het gaat over een behoorlijk bedrag over een aantal jaren, 37.000 euro volgens mij, waar je niet uit kunt halen waar dat geld gebleven is. Ik vind het persoonlijk, vind ik het een vraagteken waard, voorzitter, dat er vanuit een stichting die subsidie krijgt, subsidiegelden aangewend worden voor uitvoering van zaken van bedrijven, van bestuursleden van die stichting. In de tijd, voorzitter, waar we praten over integriteit, moet dat niet mogen en niet kunnen. Voorzitter, door middel van brief aan het college, volgens mij, daar schrijft de, even spieken hoor. Ja, aan het college, daar schrijft op, en die brief die heeft het college met ons gedeeld, daar ben ik ook zeer erkentelijk voor, op 15 december, daar schrijft de voorzitter, was toen nog volgens mij voorzitter van de stichting Helemaal Omme, maar die bestond nog, die schrijft daar een aantal juridische termen in. Voorzitter, en volgens mij is die de voorzitter van de toenmalige Helemaal Omme is een meester in de rechter. In ieder geval heeft hij heel veel kennis van ons burgerlijk wetboek, als het goed is. En hij schrijft in de brief een aantal zaken waarin hij vindt dat dat de stichting geen verantwoording hoeft af te leggen, omdat dat niet in het burgerwetboek vastgelegd is. Hij vindt dat daar staat, de jaarrekening bespreek je met je bestuur en die geeft goedkeuring en daar is de kous mee af. Voorzitter, toen ik vanmiddag die brief las, ben ik eens even in het burgerwetboek gaan kijken. Want er staat in het burgerwetboek, voorzitter, geen enkel citaat dat het verboden is om een jaarrekening dan wel verantwoording af te leggen over gemeenschapsgeld, hoe je die besteed hebt. Voorzitter, en ik vind het een plicht van een organisatie die subsidiegeld krijgt, dat ze achteraf verantwoording aflegt wat ze met haar geld gedaan heeft. En met name, voorzitter, een stichting
die als doel heeft het promoten van de gemeente Ommen en daarmee activiteiten employt om de burgerij van Ommen en het gemeentebestuur te ondersteunen en de burgers van Ommen te willen te zijn. Voorzitter, als je kijkt naar hoe wij de afgelopen jaren in dit huis bezuinigingen hebben uitgevoerd, daar waar het gaat over subsidiegelden, is het in mijn optiek, en ik hoor ook graag hoe het college daar tegenaan kijkt, niet te verkopen tegen organisaties als Tinnen Figuren Museum, NICO, en zo kun je er nog een paar opnoemen, waarop bezuinigd is op subsidiegelden, kun je niet verkopen dat een instelling die behoorlijk wat subsidiegelden gehad heeft, dat die niet hoeft te verantwoorden hoeveel ze het geld besteed hebben. Voorzitter, en als ik dan een kleine verdiepingsslag maak in de stukken die de helemaal Ommen dan wel de stichting Promotie Ommen gepresenteerd heeft aan ons, dan schrik ik daarvan. Hoeveel duizenden euro's er besteed zijn aan Facebookpagina's ontwikkelen, door websites te ontwikkelen. Dat moet er niet mogelijk zijn. Dat is volgens mij niet de doelstelling. Dat is ook een vraag van u, voorzitter, aan het college. Was dat de doelstelling, de opdracht om het subsidiegeld te besteden? En op welke wijze, voorzitter, vraag ik voor u aan de portefeuillehouder, heeft de controle plaatsgevonden of er daadwerkelijk de gelden besteed zijn als waarvoor ze bedoeld zijn? Voorzitter, als ik dan kijk, want u heeft met hamerslag aan het begin van deze vergadering de verantwoording van de fractiebudgetten weggetikt. Voorzitter, die fractiebudgetten, alle fracties hier die daar gebruik van maken, tot op de stuiver, op de cent nauwkeurig, leggen wij verantwoording af hoe we de geld besteed hebben en wat we met het geld doen. Ja, voorzitter, dan kunnen wij toch niet van een stichting verwachten die subsidiegeld krijgt dat zij dat niet doen. Dus ik zou ook graag van het college willen horen van op welke wijze ze vanaf 2013 afspraken hebben gemaakt over verantwoording van de subsidiegelden, en van even in herhaling van op welke wijze we dit in de toekomst kunnen voorkomen. En dan wijs ik nog even naar de motie van 10 november 2016. Voorzitter, en als ik kijk naar, dus, want eigenlijk op de vragen die ik stel zou ik snel antwoord willen hebben, want afgelopen dinsdag heeft het college een aantal besluiten genomen over de verstrekking van subsidie. Van behoorlijk wat subsidiegelden die naar een aantal stichtingen gaan. Ik noem maar het Festival aan de Vecht, et cetera. En ik denk, en ik vraag aan het college, of zij, voordat ze de subsidie verstrekken, willen aangeven aan die betreffende organisaties van dat zij verantwoording moeten afleggen van waar het geld aan besteed is. Dus vooraf een begroting indienen is prima, maar achteraf aangeven van hoe het besteed moet worden. Voorzitter, even kort, als ik naar het hele citaat en het betoog van mij, als u daar goed naar geluisterd hebt, ben ik van mening, is mijn fractie van mening, dat er subsidiegelden verduisterd zijn. Ik heb wat informatie gepleegd en het is niet vreemd, er is zelfs jurisprudentie over, dat het gemeentebestuur aangifte doet van verduistering van gemeenschapsgeld. Ik wil aan het college, via u voorzitter, dan aan de portefeuillehouder vragen of die bereid is om namens het gemeentebestuur contact op te nemen met justitie, officier van justitie, om te kijken of het haalbaar is dat er een onderzoek komt dan wel aangifte doen van verduistering van gemeenschapsgeld. Voorzitter, en dan wil ik wijzen naar de gemeente Zuidplas, waar vorige week een soortgelijk geval is gebeurd, waar subsidiegeld wat bedoeld was voor een verenigingshuis en jeugdhonk, waar het geld niet besteed is, daarvoor het wel besteed is. En daar doet justitie een onderzoek. Dus wellicht kunnen we daar eens naar kijken hoe dat gelopen is. Voorzitter, dit is mijn eerste termijn. De heer Bongers bij de mond vol. Dat is de eerste keer dat ik dat meemaak. Dank u wel, voorzitter. Ik had inderdaad even een pepermuntje. Dat is een lastige materie. Want ook wij hebben ons natuurlijk ons ongenoegen al geuit bij de eerdere behandeling in de commissie. Het is gemeenschapsgeld. En een collega gaf het al aan. We hebben afgelopen jaren flink moeten bezuinigen op allerlei posten. Ook op het culturele gebied. Het Tinnen Figuren Museum, noem maar op. En dan is het eigenlijk te gek voor woorden dat er dit soort bedragen niet verantwoord kunnen of verantwoord willen worden. Wij zijn er wel van overtuigd, voorzitter, dat de portefeuillehouder en deze
zijn best heeft gedaan om het ondersteboven boven water te krijgen. En wij zijn eigenlijk zover dat we zeggen van nou, het is heel erg wat er is gebeurd. Laten we de energie nu steken in het voorkomen van dit soort problemen en fouten. En daarvoor hebben we ook wel een aantal suggesties. Onze suggesties zijn op het moment dat er subsidieverstrekking plaatsvindt, dat zowel in het inkooptraject als in de subsidieverstrekking, dat er in ieder geval een clausule komt dat er een absolute transparantie moet zijn. Want ik vind het te gek voor woorden dat een instantie die wel geld krijgt van ons allemaal, niet bereid is om transparant aan te geven wat er met dat geld gebeurd is. En ik vind het gewoon dus, de LPO vindt dat dat een absolute voorwaarde moet zijn om toekomstig geld te verstrekken. En als organisaties, bedrijven daar niet aan mee willen werken, dan is wat ons betreft maar één antwoord. Daar doen wij geen zaken mee. En ik vind dus ook de organisaties die nu bewijzen dat ze niet bereid zijn om gemeenschapsgeld te verantwoorden, ja, dan is er voor ons maar één weg. Ja, hoe erg het ook is, maar daar wil ik het dan voorlopig bij laten, voorzitter. Mevrouw Lagas. Voorzitter, ja, feitelijk kan ik me bij de vorige spreker aansluiten. Ook onze fractie heeft in de loop der jaren regelmatig vragen gesteld over de resultaten van de stichting met behulp van de subsidies die verstrekt waren. Want ja, los van website en folders was ook niet echt goed duidelijk wat er speelde. Maar ik wil toch ook wel even een lans breken daarvoor, want de samenwerking was ook nog niet optimaal in die tijd tussen de verschillende partijen die daarvan gebruik maakten. Neemt niet weg dat als je de onderliggende stukken leest en je maakt er een schemaatje van, dat we zelf hier en daar ook wel wat hebben laten liggen. Want op het moment dat wij zaken aangeven dat die op een bepaalde manier moeten, en we hebben daar op dat moment nog niet duidelijkheid over, wordt er even zo makkelijk weer in het jaar erop toch weer subsidie verstrekt. En ik denk dat we ons dat zelf ook aan moeten trekken en daar wat scherper op moeten sturen. En verder sluit ik me bij de vorige spreker aan. Dit is iets waar we vreselijk van leren met elkaar, hoe het niet moet. En nou, ik wil niet helemaal zo scherp stellen dat we alle subsidiestromen allemaal weer verantwoord moeten laten terugkomen. Want dan kost het weer meer geld dan dat die subsidie soms bijna kost. Maar daar waar toch dit soort risico's liggen, moeten we ze in beeld hebben. En moeten we daar wat duidelijker op sturen. Mevrouw Bakelaar. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, een aantal sprekers hebben denk ik al heel veel gezegd. Ik denk wel dat er heel veel steken zijn gevallen bij meerdere partijen. En, sowieso natuurlijk ook bij de Stichting Promotie Ommen zelf. Maar het is wel belangrijk om vooruit te blijven kijken, maar ook bij ons als raad. Ik heb hem even weer teruggekeken, de motie van 20 februari 2014. Hebben we toch indringend met elkaar afgesproken dat we zouden controleren dat er een overzicht zou komen van wat er gebeurd was. En dat hebben we zelf ook niet gedaan. Althans niet in 2014. Tegelijkertijd is het ook jammer om te lezen dat er ook de ambtelijke processen ook niet de schoonheidsprijs verdienen als het gaat om subsidiebeschikkingen. Dus kortom, het is best een heel mistig geheel, lastig. Maar laat dit vooral niet nog een keer gebeuren. En ik denk, wat de heer Bongers ook al zei, dat we nadrukkelijk, en ik ben ook benieuwd naar de reactie van het college, hoe voorkomen we dit soort zaken? Niet alleen door nog meer te gaan controleren, maar wel een aantal veiligheidskleppen in te bouwen. Waarbij je ook als gemeente de mogelijkheid hebt om wellicht bijvoorbeeld controles te doen als het mogelijk is. En, maar ik ben heel erg benieuwd hoe de gemeente daar zelf naar kijkt. Je hebt er verschillende interventies wel in en het is uiteindelijk gemeenschapsgeld. En ja, nou ja, het doet mij toch wel veel, want ik weet dat ik zelf in 2012 hier volgens mij als enige fractie iets gezegd heb over integriteit en de bestuurssamenstelling toentertijd. Ja, dat blijkt helaas waarheid te zijn. En dat is heel pijnlijk en ik denk dat we daarvan moeten leren met elkaar. Maar vooral vooruitkijken en niet terugkijken, hoe vervelend het ook is. Want we moeten inderdaad de energie op een goede manier inzetten. Dus ik ben het niet eens om allerlei processen nu aan te gaan als het gaat om verduistering of anderszins. Daar leren we helemaal niks van. Dank u wel, voorzitter. De heer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Er is inderdaad al nodig over gezegd. Ik kan me daar ook bij aansluiten bij de vorige spreekster.
Het gaat om een bedrag van 46.500 euro over 2013, 2014 en 2015. Het gaat inderdaad om gemeenschapsgeld. En je moet dat inderdaad verantwoorden. En het is niet te verkopen, en meneer De Jonge heeft er ook al aan gerefereerd. Het is niet te verkopen aan andere instanties die subsidies ontvangen of ontvingen. Dat het niet helemaal transparant is waar een deel van het geld naartoe is gegaan, waar het gebleven is en wat is meer zij. Vervolgens is het, als het klopt wat in die raadsbrief staat, is dat bestuursleden opdrachten aan zichzelf hebben toebedeeld, is absoluut laakbaar. En verder kan ik meegaan met de heer Bommers, die zegt van ja goed, we hebben dit ook als raad misschien niet helemaal heel strak bij de hand gehad. Wel alle waardering voor de portefeuillehouder die zijn uiterste best gedaan heeft om de onderste steen boven te krijgen. Voorzitter, dat was het. We kijken nog even rond naar degenen die nog niet geweest zijn. Die hebben geen behoefte om te reageren. Dat is het woord aan de heer Bouwmans, portefeuillehouder. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, er zijn in de omme, denk ik, twee dossiers waar ik eigenlijk geen spreekpapier bij nodig heb. En u een avondvullend programma kan aanbieden. De eerste heet De Rotbrink en de tweede heet De Stichting Helemaal Omme. Omdat dat de twee dossiers zijn die mij misschien wel het meeste tijd en energie hebben gekost de afgelopen anderhalf jaar. En de een met wat meer vreugde dan de ander, kan ik u melden. En helaas valt voor wat betreft het minder vreugdevolle nieuws vooral De Stichting Helemaal Omme ten deel. Ik ben vanaf het moment dat ik hier ben binnengekomen, eigenlijk geconfronteerd met de situatie dat het moeilijk was om een heldere, eenduidige verantwoording te krijgen over wat nou precies gebeurd is aan werkzaamheden door de stichting. En ik zeg u direct dat het niet zozeer was mijn eigen initiatief om daar helderheid over te krijgen, maar het was eigenlijk een debat in uw raad, vragen vanuit uw raad, die maakten dat de interesse van het college, van mij als portefeuillehouder, ook gewekt was om mij daarin te verdiepen. En ik heb ook daar denk ik de nodige tijd en energie in gestoken. Ook met ambtelijke ondersteuning en ook met de vertegenwoordiger van het bestuur gesprekken gevoerd om het inzicht te krijgen. Inzicht waarvan ik denk dat het ook noodzakelijk is. En daarbij maak ik onderscheid tussen een postduivenvereniging die 250 euro subsidie krijgt en een instelling, zoals een aantal van u ook zei, die enkele tienduizenden euro's aan overheidsgeld krijgt. Ik denk dat als dat laatste aan de orde is, dat de verantwoordingsplicht ook groter en substantiëler is. Zeker als je weet dat het ook onder een vergrootglas ligt en je ook zelf degene bent geweest die met enig aplomb hier een geldbedrag heeft gevraagd en ook heeft gefourneerd. Dan moet je ook weten, een discussie, mevrouw Baaklaar haalde dat ook aan, dat er aan de voorkant al is gezegd, goh, gaat dat nou wel goed komen? Dan weet je gewoon dat er een extra verantwoordelijkheid op je rust om in ieder geval daar zorg voor te dragen. En ik merk oprecht bij de stichting geen sense of urgency op dit punt. En ik heb me ook wel de vraag gesteld in dat kader of het moreel kompas wel helemaal goed is afgesteld. En waarom? Omdat ik denk dat mijn vragen eigenlijk redelijk eenduidig en simpel waren en ook simpel te beantwoorden zouden moeten zijn. En dat gaat wat voorbij aan de subsidieverordening. Kijk, laten we dat ook maar gewoon constateren. Dat er ook een wijze les voor ons interne functioneren te trekken valt uit wat hier gebeurd is. Wanneer wij bijdragen van deze omvang verlenen, dan moeten we wel even blijven nadenken over wat we doen. En namelijk gewoon de subsidieverordening die hiervoor geldt toepassen. En niet met alle goede bedoelingen omdat het urgent is of snel moet regelen, wat op zich heel mooi is dat we praktisch en operationeel zijn, maar ja, we hebben nou eenmaal met elkaar ook een verordening en daar moeten we ons aan houden. Ik zeg u er overigens direct bij dat die verordening ons in deze casus eigenlijk niet zo gek veel verder had geholpen. Dus dat de verordening op dit punt misschien wat nadere beschouwing verdient. En ik stel u ook eigenlijk voor, dat vroeg de heer De Jonge denk ik ook, om de komende tijd daar ook eens even goed naar te kijken. Ook in combinatie met ons aanbestedings- en inkoopbeleid, waar we de komende maand ook over komen te praten, van hoe gaan we hier nou mee om? En dan niet om extra regels te verzinnen of om het iedereen in de gemeenschap die zich goed gedraagt lastig te maken, want dat zou ik helemaal niet willen. En nogmaals, we moeten onderscheid maken tussen instellingen, verenigingen, organisaties die kleine subsidies krijgen,
of organisatie die zich bewezen goed gedragen. Maar ik ken vanuit de vorige bestuurlijke rollen ook wel het sterrensysteem. Dat als je, laat maar zeggen, je beter gedroeg, kreeg je meer sterren en werd de controle minder. En als je dat niet deed, nou ja, dan kon je verwachten of het risicoprofiel veranderde, dat je wat meer aandacht had van de, in dit geval, provincie Groningen als subsidieverstrekker. Dus je zou met dat soort systemen kunnen werken. Je kunt overigens ook aan modernere varianten denken, hè, want je kunt traditioneel verantwoorden middels een financiële paragraaf. Nou, dat zal altijd wel nodig blijven, maar je kunt ook een videojaarverslag maken of een fotojaarverslag. Daar gaat het ook niet zo om. Maar wij willen natuurlijk een beetje gevoel krijgen bij wat is er nou met dat geld gebeurd precies. Ik weet bijvoorbeeld van een van mijn eigen nevenfuncties, waar we weliswaar geen subsidiegeld krijgen, maar met belangrijke sponsoren te maken hebben, dat we die sponsor ook keurig inhoudelijk en financieel verantwoording afleggen over wat we met de ontvangen sponsorbijdrage hebben gedaan. Maar bijvoorbeeld ook laten zien, wat is je social media bereik, wat voor mediacontacten heb je gehad, nou, en dat soort zaken. Nou, dat geldt natuurlijk voor een aantal partijen, zeker als je het over stadspromotie of citymarketing hebt, geldt dat. En dan even weer terug over dat morele kompas en wordt het nou niet begrepen? Kijk, voor mij is één ding vrij helder. Op het moment dat je subsidiegeld krijgt, dien je daar verantwoord als een goed huisvader mee om te gaan. En dat betekent dat je bewust moet zijn van het feit dat op jou een verantwoordelijkheid rust die verder gaat dan tot een goede besteding komen, dat die zich ook zo ver strekt dat je het op een goede manier moet verantwoorden. En op dit punt zijn we niet tot overeenstemming gekomen. En nogmaals, die subsidieverordening helpt ons niet echt, als we dat al goed zouden hebben toegepast. Maar het gaat mij ook hier meer om het intermenselijk en zakelijk verkeer. Hoe verkeer je tot elkaar en wat doe je nou wel en niet? Ik heb bij herhaling gevraagd om een goede verslaglegging over welke zaken, welke activiteiten, welke prestaties, welke resultaten heeft hij nou ondernomen of bereikt. En ja, tot op de dag van vandaag moet ik constateren dat we dat niet hebben gekregen over de laatste jaren waarin een bedrag is overgemaakt naar de stichting. Dat is één. Twee is natuurlijk dat er ook nog eens feitelijk aan de orde is dat meerdere bestuursleden ook zelf financieel, zakelijk, via hun bedrijf voordeel hebben gehad van de subsidieverlening vanwege de gemeente. En misschien even voor de goede orde, de stichting helemaal om, het draait grotendeels, of heeft grotendeels gedraaid op de subsidie van de gemeente en niet op andere inkomstenbronnen. Ja, en dan is het wel curieus, op zijn minst, dat je jezelf opdrachten geeft. Ik zou, en dat heb ik ook eerder hier gezegd, dat nooit doen. Al was het maar omdat je niet de schijn op je wilt hebben dat je iets doet wat niet deugt. Laat staan dat je dat feitelijk zou willen laten plaatsvinden. Dan ben ik soms de barmhartige Samaritaan. Dus ik heb gedacht, laat ik het nou eens de mensen vanuitgaan van het goede van de mensen, dat er geen slechte bedoeling aan de orde is geweest. Want dan heb je toch op zijn minst het volgende gedaan, dacht ik. Maar misschien ben ik naïef. Als je voornemens met jezelf een opdracht te geven, dan heb je toch vast meerdere offertes gevraagd. En ben je zelf in ieder geval niet betrokken geweest bij de besluitvorming en bij de verantwoording. Dus ik heb de voorzitter gevraagd van, nou, als u dat nou kunt verklaren, zwart op wit, dan wil ik u geloven. Ook die verklaring ontbreekt, helaas. En dat betreur ik, want wat wij kregen was de brief die de heer De Jonge aanhaalde met een prachtig exposé over het burgerlijk wetboek. Ik heb hier, dat is wel vaker gezegd, ik ben half jurist. Maar één ding begrijp ik wel, een prachtige brief, maar daar vroeg ik natuurlijk niet om, daar vraagt u ook niet om. En als ik betrokkenen was geweest, dan had ik u niet een stapel post toegestuurd met een halve verantwoording. Maar was ik hier komen staan, had ik het verteld. Er zijn twee gelegenheden geweest voor de stichting om in te komen spreken. Om u te vertellen, nou, die portefeuillehouder, die heeft het niet begrepen. Om die en die reden. Niet aan de orde. Betreur ik ten zeerste. Ja, heeft dit nou de gemeente gepromoot in de goede zin van het woord? Nou, ik denk het niet. Ik moet constateren dat ook in 2016, een jaar waarin werkelijk niks is gebeurd, althans in mijn overtuiging, wel geld heeft gekost. Wonderlijk. Wonderlijk. Ja, het staat nu al op de stand hoor.
Ja. Maar hoe moet je er dan mee verder, voorzitter? En dat is denk ik de vraag die ons allemaal wel bezighoudt. Kijk, ik kan me heel goed inleven wat de heer De Jonge zegt. Heel goed. En ik heb mezelf ook de vraag gesteld van wat moet je hier nou mee? En heb je nou een casus? En nou, u heeft in onze brief kunnen lezen dat we zeggen van wij willen dit boek sluiten en we willen verder. Ook omdat dit negatieve energie is en we juist de middelen nu op een goede manier willen inzetten. En dat is overigens nog een grote uitdaging, kan ik u ook verzekeren. Want ook nu wij zelf de regie voeren, is het nog niet zo gezegd dat iedereen in de pas loopt en zich laat mennen door de voorzitter van uw raad. Maar goed, we doen ons best. Ja, wat moet je nou doen? Kijk, ik voel mee met wat de heer De Jonge zegt. En ik snap ook wel wat hij beoogt. Van is hier nou iets illegaals gebeurd, iets strafbaars gebeurd? Kijk, ik kan daar zelf geen oordeel over vellen, wil ik ook niet, want dan ben ik zelf misschien wat lastelijk bezig. Wat ik tot nu toe heb gezegd, zijn feitelijke constateringen en opvattingen mijnerzijds. Op het moment dat ik zeg dat er sprake zou zijn van verduistering, ja, dan zeg ik iets wat ik ook waar moet kunnen maken. En dat weet ik gewoon niet. Ik heb zelf nog net even gekeken, wat is verduistering ook alweer? Strafrecht 1, college 1994, het is even weggezakt, kan ik u verzekeren. Maar verduistering gaat omdat je iets jezelf wederrechtelijk toe-eigent, wat niet voor jou bedoeld is. Nou, de vraag is of dat aan de orde is. Ik wil met alle plezier contact opnemen met het Openbaar Ministerie om hen de vraag voor te leggen. Zou het zo zijn dat deze casus hieronder valt? Maar ik vrees dat het antwoord zal zijn dat is niet aan de orde. Om de reden die ik net schetste. Maar ik kan het toetsen. Dat vind ik ook geen probleem. Tegelijkertijd wil ik ook vooral verder. Omdat ik, dat zei de heer Bongers denk ik ook terecht. Ja, je moet ook nu de positieve draai pakken. Het seizoen komt eraan. In april staan de eerste horden toeristen weer aan de deur te kloppen. En die willen we vooral niet lastigvallen met dit soort verhalen. Ja, voorzitter. Er valt hier veel van te leren, ook voor het gemeentebestuur. Maar het gemeentebestuur hoeft zich niet te schamen. Dat geldt voor anderen. Wie wenst deze uitleg en deze verklaring in tweede termijn het woord? De heer De Jonge. Ja, voorzitter, dank u wel. Dat is een heldere beantwoording die ook wel eigenlijk aansluit bij het betoog. En ook wel een stukje beantwoording geven wat ik in mijn betoog. De vragen die ik daarin gesteld heb, echter ontbreekt daar nog in. Als ik het goed heb van, en daar zou ik ook graag van de raadsleden om me heen willen weten. Van, kunnen we het ons veroorloven om niet in de verordening aan te passen dat er geen verantwoording wordt afgelegd. En ik heb dat ook al in oktober bij de begrotingsbehandeling gezegd. Van, dat hoeft niet voor elke 200 euro. Daar heb ik toen in genoemd volgens mij vanaf 2500 euro. Wat mij betreft is dat ook nog wel een beetje te veel, mag het iets minder. Maar dat er in ieder geval een verantwoording komt. Want ik zou niet graag willen dat wij hier op welk moment ook in deze raad over een soortgelijk voorbeeld een discussie gaan voeren. Voorzitter, en ja, inderdaad, ik moest er even in mijn geheugen geven. Inderdaad heeft het CDA bij opstart in 2012 een opmerking gemaakt over een integriteitsvraagstuk van de bestuursleden. Hè, van hoe ga je daarmee om? Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar toen zeer van schrok. Maar achteraf, jammer genoeg dat het toch bewaarheid is. Maar goed, ik ben het ook wel eens met wat de portefeuillehouder zegt. We moeten verder, we moeten zeker verder, voorzitter. Maar ik sluit me wel aan bij het voorstel wat er gedaan is om bij het Openbaar Ministerie te toetsen van of er een case is. Ik denk zelf van wel, hè, want ik heb daar ook al een klein beetje onderzoek naar gedaan. Maar dat terzijde, ik ben geen officier van justitie. Want voorzitter, ik vind dat we zeker een signaal moeten afgeven naar de organisatie, maar ook naar de burgers van Ommen, dat we dit niet pikken, dat er zo met gemeenschapsgeld wordt omgegaan. Dus ik doe dwingend het verzoek aan de portefeuillehouder om op korte termijn contact op te nemen met het Openbaar Ministerie van of hier een case ligt. En daar wil ik het belaten. Mevrouw Legas. Voorzitter, de heer De Jonge vraagt rondom het verantwoording afleggen van subsidies. Ik denk dat het op dit moment niet het moment is om over exacte bedragen te praten. Ik denk dat het belangrijk is om te kijken wat zijn de subsidiestromen die we hebben en welke
richtlijnen geven wij mee vanaf welke bedragen. Om daar even in de breedte over te praten. En niet nu even zomaar een bedrag van 2.500 euro te noemen. Want dat vind ik een beetje kort op de bocht. Ik voel wel voor de discussie overigens hoor. Dus ik bagatelliseer het niet. Mevrouw Bakelaar. Ja, dank u wel voorzitter. Ja, ik sluit me aan bij wat collega Lagasse ook aangeeft. En om nadrukkelijk, maar daar komen we op een later moment wel op terug bij die subsidieverordening, om dan te kijken van wat zijn de verplichtingen van de subsidieontvanger. En dat zie je wel in meerdere gemeentes, dat die wat explicieter is dan in onze gemeente. En nou, daar wil ik zeker wel serieus naar kijken. Het woord is aan de heer Bouwmans. Voorzitter, dank u wel. Kijk, volgens mij heeft de Raad gevraagd om het streven naar maximale transparantie. Nou, dat spreekt mij in ieder geval zeer aan. Daar ben ik het ook volstrekt mee eens. De manier waarop je die transparantie verstrekt, nou, daar moeten we denk ik over hebben. Want dat zijn moderne mogelijkheden. Dus dat zou ik daar ook graag in meenemen. En het tweede is dat niet ter discussie kan staan dat iemand zich moet verantwoorden over de gelden die hij krijgt. Dus volgens mij zou dit de uitgangspunten moeten zijn die we mee moeten nemen in de bespreking die daar later op volgt. Ik wou dat ook nogmaals koppelen aan het inkoop- en aanbestedingsbeleid, want dan gelden soortgelijke discussies wat mij betreft. Dus we komen daar gewoon op terug. We begrijpen de urgentie. Ja, voor wat betreft het checken met het Openbaar Ministerie, ik wil dat met alle plezier doen. Tenzij uw raad nu zegt van, nou dat hoeft niet. Maar anders ga ik gewoon eens informeren met de casus onder mijn arm. Om te kijken hoe dat tegenaan wordt gekeken, zonder daar nu zelf een oordeel over te hebben. Want dat heb ik u net uitgelegd waarom ik dat niet heb. En wat ik denk dat hoe kansrijk het is. Nou legt de portefeuillehouder een vraag neer bij de raad. En nou zit ik een beetje met het verhaal van hoe breng ik dat nou over de bühne. Want normaliter is het zo van dat als er een opdracht verstrekt wordt, dat er dan een motie aan ten grondslag ligt. En die motie die wordt overgenomen of die wordt niet uitvoerbaar geacht door het college. En, dus ik kijk even naar de griffier. Ja, voorzitter, als ik even een interruptie daarop mag doen. Want de motie heb ik in mijn broekzak, maar ik vond het netter om het op deze manier te doen. Want het is al een zwaar onderwerp genoeg. En als we op een luchtige manier, zeg maar, want de motie die omhelst dat er aangifte gedaan moet worden van verduistering. Maar ik heb nu wat anders aangegeven. Dus ik kan de motie, die bewaar ik dan nog even. Om te kijken van of er, en volgens mij, of bij de pakketsecretaris of bij wie ook, is er best wel informatie te verkrijgen of het haalbaar is. Om te kijken en daarmee ook een goed signaal af te geven dat we het niet pikken. Of het haalbaar is, dat is een onderzoek dat het resultaat oplevert. Ja, ik wil, zal ik maar even, want ik stel natuurlijk een vraag. Kijk, ik heb volgens mij uitgebreid uitgelegd waarom ik de intentie van de heer De Jonge goed begrijp. En waarom ik ook wel genegen ben iets te doen. Alleen een aantal andere fracties heeft gezegd zand erover. Het een sluit het ander wat uit. Dus vandaar, ik wil met alle plezier die informatie inwinnen. Nogmaals, ik heb iets gezegd over waarom ik het op deze manier zeg. Maar als de meerderheid van de raad zegt, ja, dat willen we nou net niet, dan ga ik daar geen energie in steken. Dus dat is meer het punt. Ik zou niet graag iets doen wat haaks staat op wat de meerderheid van de raad wil. De heer Moerman. Ja, voorzitter. Inderdaad, aangifte van verduistering is heel wat anders dan kijken naar de juridische mogelijkheden die er zijn. Dus dat vind ik inderdaad een heet van een hele andere orde. Dat laatste, daar zou ik in mee kunnen gaan. Wat dat betreft sta ik daar wel positief tegenover. De heer Bongers. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik sluit aan bij collega Moerman, want ik moet eerlijk zeggen dat wij natuurlijk ook wel hele grote moeite hebben met wat er is gebeurd. En zonder weer helemaal terug te gaan, maar de organisaties, de bedrijven die hier aan hebben deelgenomen en ook van hebben geprofiteerd, zijn professionele organisaties. En professionele organisaties zijn gewend om financiële verantwoording af te leggen. Die kennen moeten de belastingen verantwoording afleggen, die moeten juridische verantwoording af kunnen leggen. Dus ja, ik als de voorzitter van het college zegt van nou, we willen in ieder geval kijken of daar mogelijkheden zijn of in ieder geval een onderzoek eventueel mogelijk is, dan steunen wij dat. Voorzitter.
Ja, is prima, geen punt. Ik heb straks al aangegeven in de reactie op de vraag van de heer Gerrit de Jonge dat wij het ontzettend belangrijk vinden dat onze subsidieregelingen goed worden toegepast. En ik zou de vraag ook graag wat breder willen stellen, want op het moment dat je het nu toespitst op die ene, kun je misschien een ander nog laten liggen. Ik denk dat het goed te weten is hoe deze vraag die hier ligt voor onze les ook is voor de toekomst, wat wij in het kader van de strafbaarheid van zaken kunnen leren in dit soort zaken. Dus als daar een vraag gesteld wordt van hoe ver gaat dit en wat kunnen wij daarmee, is dat op zich geen probleem, want ik vind dat hier in de volle breedte belangrijk is. Want we weten niet wat er verder nog boven tafel zou kunnen komen op andere terreinen. Geen flauw idee, dat weten we niet. Hij komt nu via deze zaak op tafel. Dus als u een algemene vraag daarover wilt stellen, van hoe gaan wij hiermee om, kunnen wij dat wel steunen. Heer De Vries, Robles. Voorzitter, wij interpreteren het verzoek wat gedaan is als de wens om ook van alle fracties te horen hoe zij daarin staan. Ik denk dat aangifte van verduistering toch wel erg ver zou gaan als we nog geen aanwijzing hebben dat er daadwerkelijk sprake is van verduistering. Maar dat er onderzoek gedaan kan worden naar welke mogelijkheden de gemeente nog heeft om, laten we zeggen, hetzij geld terug te halen. Maar dat lijkt me een ijdele hoop. Hetzij inzicht te krijgen in wat er nou daadwerkelijk gebeurd is, dat lijkt me een goede zaak. Maar het lijkt me ook misschien om preventief naar de toekomst eens even na te denken over wat voor maatregelen of teksten wij bijvoorbeeld in subsidieverordeningen opnemen. Bijvoorbeeld een passage dat de gemeente op elk moment kan verzoeken dat, laten we zeggen, de verstrekte subsidiegelden op een bepaalde manier verantwoord worden. Dan hebben we het in ieder geval wettelijk vastgelegd of juridisch vastgelegd. Dat dus het lijkt me volgens mij al uitvoerig besproken. Ja, maar nogmaals, dus wij stemmen in met de suggestie die hier gedaan is. Met andere woorden, wij gaan daarin mee. Mevrouw Bakelaar. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, kijk, informeren naar is nooit een probleem. Tegelijkertijd meen ik ook gelezen te hebben in de raadsbrief dat er al redelijk intensief geïnformeerd is. En dat er ook geconstateerd is dat er in ieder geval geen geld teruggehaald kan worden, enzovoort, enzovoort. Dus om nu te voorkomen dat we in weer een hele vragencircuit naar de portefeuillehouder komen van, goh, wat is er dan precies onderzocht? Heeft de CDA-fractie geen moeite om te informeren, maar laten we vooral de nadruk op vooruitkijken hebben en handelen. En want waar stopt dat informeren dan? Dus dat is even, ik zou graag ook een punt willen zetten. En niet omdat ik omdat je iets onder het vloerkleed wilt schuiven, helemaal niet. Maar juist om vooruit te kijken, want ook wij vinden het helemaal geen prettige situatie. Dat mogen duidelijk zijn. De heer Van der Mooren. Dank u wel, meneer de voorzitter. Aansluitend bij met name wat de heer De Vries en Robles net en mevrouw Bakelaar aangaven, ligt voor ons in ieder geval het speerpunt op aanpassing op dit soort situaties van hoofdstuk 6 van de subsidieverordening van Ommen. Want daar gaat het om. Daar zit natuurlijk al een zekere beschrijving van verantwoording in, alleen niet voor dit soort aanvragen. Dus dat dat verbeterd moet worden, dat daar alle aandacht aan moeten geven, volstrekt duidelijk. Nog weer nagaan wat de mogelijkheden voor dit geval betreft, daarvan denken wij van laten we onze tijd alstublieft beter besteden en laten we onze portefeuillehouder tot 18 mei betere dingen te doen geven dan hier nog een keer naar op zoek te gaan. Dus niet nader informeren, maar zand erover, dat klinkt wat te makkelijk, want het zijn wel degelijk zaken die onze aandacht hebben. Maar laten we, omdat we namelijk wel gezien hebben dat er zowel aan de ene als aan de andere kant toch wel wat hiaten zitten, waarbij ieder vervolgens zijn eigen voordelen, zijn eigen gelijk kan bewijzen, wat naar ons idee absoluut niet opschiet. En dan denken we van, laten we hiervan leren. En alstublieft dan maar onze energie stoppen in verbetering van. Voorzitter, ik constateer als dat mag dat de Raad in unanimiteit zegt dat wij hier lering uit kunnen trekken voor wat betreft het aantrekken van een aantal regelingen. Nou, daar zullen we aan de slag gaan, want dat had ik net al nadrukkelijk aangegeven. Ik constateer ook dat de meerderheid vindt dat het zinvol is om toch bij het Openbaar Ministerie, en daar beperk ik het dan ook toe, te verkennen of hier sprake zou zijn van een strafbaar handelen.
Als dat zo is, dan volgt er wel actie. Als dat niet zo is, dan niet. Een bredere juridische verkenning heeft denk ik geen zin, want dat hebben we al gedaan. Dat is dus wat mevrouw Bakelaar terecht zei. Daar verwacht ik geen heil of baat van. Maar dit punt hebben we inderdaad niet onderzocht tot op dusver. Ik zal informeren en u daarover berichten. Nou, ik denk dat de griffier u dankbaar is voor deze kernachtige samenvatting, want dat kan hij zo in het verslag overnemen. Dan draag ik het voorzitterschap weer over aan jou, Mark, want ik wil jou niet de mogelijkheid onthouden om ons met een stichtelijk woord naar huis te sturen. Dank u wel. Dan komen we tot het einde van de vergadering. Dat is ondanks het gewicht van hetgeen we hebben besproken toch aardig op tijd. Ik dank u allen voor uw inbreng. En normaal zou ik inderdaad zeggen van carpe diem. Want zo zit ik wel een beetje in het leven. Maar gelet op het onderwerp zou ik zeggen memento mori.